Op deze manier kreeg Maya het goede nieuws te horen. The winner is Maya Work. Oh, fantastisch, Maya. Ze is ongelooflijk blij. En dat is ook niet zo gek, want mee mogen doen aan de Ferrari Driver Academy, dat is nogal een dingetje. Er waren zoveel emoties dat ze door me heen gingen. Dat was echt heel mooi, heel bijzonder. En om er nu echt te staan is gewoon geweldig. Maya begon op haar 7e met karten. Ze woont al vanaf haar geboorte in Spanje, maar heeft een Nederlandse vader en een Belgische moeder. Ze heeft al aan veel wedstrijden meegedaan en is al een bekende naam in de autosport. Ik denk dat ik zelf gewoon heel competitief ben. En ik geef altijd 100%. Een plek in het opleidingsteam van Ferrari belooft veel voor haar toekomst. Want topcoureurs als Sergio Perez, Mick Schumacher en Charles Leclerc begonnen daar ook. Het is wel mijn idool. Hij is wel echt een toprijder. En ja, Maya is er nu dus de eerste vrouw. Nou, het is al super bijzonder om bij Ferrari te zijn überhaupt. Maar dan ook om nog de eerste te zijn, dat maakt het gewoon echt nog specialer. Ja, daar krijg je gewoon kippenvel. Nu denk ik eraan en ik krijg nog steeds kippenvel van. Dus ja, ik ben super blij. Ze begint straks in de Formule 4, maar dat ze hoger wil, is duidelijk. Nou, mijn grootste droom is gewoon Formule 1 te geraken.